toen ik ziek was, corona had, toen ging ik mocht ik eigenlijk niet naar buiten. Dus ik mocht geen mensen tegenkomen. En vanuit mijn hoes daarachter kon ik zonder mensen tegen te komen hierheen lopen. In het begin redde ik dit bankje niet, want ik zocht er al vanuit mijn hoes liggen. Dus een paar keer oefenen en toen ging het weer beter en ging ik naar het coronabankje heen. Dus toen was het het coronabankje. En hier kent ze mooi, hier is het rustig in het zonnetje. Kessel ligt erachter, dus prima hier. Ik ben een van toen in het begin de eerste die in Kessel dan corona hebben gehad. S'avonds naar het werk, 2 maart volgens mij, of 3 maart dinsdag. Toen voelde ik me niet lekker. En toen s'avonds had ik nog een voetbalwedstrijd ook. Toen ben ik gaan voetballen en onder de wedstrijd werd ik echt ziek, koud kreeg ik het, rillerig en ben ik gestopt. En toen, vanaf toen was het echt een week lang, 40 graden koorts, slecht voelen. Echt gewoon helemaal niks kennen. Het afdreugen met de handdoek deelpien, op de bank liggen slapen was het met name. Toen ging het even een paar dagen beter en daarna weer een week ziek. En toen ben ik eindelijk hier een heel klein rondje gaan rennen, van 2 kilometer. En daarna een groter rondje gerend. En toen, tijdens het rennen, dacht ik van hey, de conditie is er gewoon weer. Je hebt nergens last van. Toen dacht ik gewoon fysiek van ja, het is weer, ben weer helemaal de oude gelukkig.